John is een goeiemorgen. John is een beetje ziek. Ziek geweest. Ja. Dus ik heb wat lekkers gemaakt. Want oma zei altijd van ja, dan moet je wat eten. Dus wat heb ik gemaakt? Iedereen bedankt. Je moet er wel staan of eerst in? Doe maar open. Kijk. Dus ik heb het een beetje makkelijk gemaakt. Ik heb een kip gepakt. Hij legt gewoon kippensoep. Wat een rare kip heb jij. Hier, zo. Alleen maar water bij volgens mij, hè? Ja, alleen maar water bij volgens mij. Oh, wat een mooi kipje, hè. Kom maar. Kom maar. Je bent met mij zo. Arbeid. Hai, hai, eeuw in. Ik denk dat je een beter op je schouder kan hebben, dat je daar beter van wordt, hoor. Ja? Ja. Ik voel me wel meteen kip lekker. Kom. Het is echt een beetje lente aan het worden, John. Ja, ja. Goed, hè? John ziet er allereerst een beetje ziekjes. Dat gebeurt. Hoor maar, hij is ook nog nooit zo stil geweest. Nee, echt. Hier, kijk, de krokusjes. De krokusjes zijn er al. Goedemorgen, bij John. Waar kom jij vandaan dan? Ik woon hier al. Echt? Ja. Dat huisje van mij. Nee, joh. Ja. Gefeliciteerd, Mark. Dankjewel, dankjewel. Straks gebakken. Mark is jaar. Heb je? Ik heb eigenlijk... Heb je mooie kops? Nee, ik heb wat lekkers. Kijk eens wat een mooie kunst we hier hebben. Dit is een beetje een detectorkunst. John maakt er zich zelf gemakkelijk. Hij wijst waar we moeten zoeken, hè? Echt? Ja, kijk maar. Die kant op dus. Ja, eigenlijk wel. De bruin gevonden. Kijk, je ziet al een beetje scherven liggen in de grond. Oeh. En je ja, weet... Uit, pas op, het is druifzand. Je bent zo zwaar, John. Hier, kijk wat hij heeft gevonden. Dat vertelt wel iets. Is dit Ming? Mint. Mint. Ja. Smint. Ik neem hem gewoon mee, hopelijk ga ik hem thuis weggooien. Hier, John heb ook al wat. Kijk dan wat we gevonden hebben, jongen. Kijk dan. Wat is dit? Nou, ik heb nog geen idee. Maar er zit een hangertje eraan, zie je dat? Hier. Wow, dit is zeker oud. Een medaille. Ja. Wat is het dan? Een hondenmedaille? Nee hoor, kijk hoe groot, dit is een echte, met een leeuw. Dit is misschien wel een militaire medaille. Ja, oude medaille, John. Aurea Uf, 1. Ja, maar mij, dat is de, maar mij. Kijk maar. Oh, een hondenbenning. Een paardenbenning of zo. Nee, is echt een medaille. Nou, laten we even gewoon goed schoon. Oh, nee, heb je geen tandworstel niet? Jongens, daar komt hij weer. Oh jee. Het tasje van John. Tudum. Oh. Wat een man. Wow, het is een stier. Wat ben jij? Ik ben een stier. Oh, jij bent een stier. Ja, 7 maart. Kijk, een stierenkop staat er ook op. Een stier... een sterrenbeeld, man. Nee. Ja. Ja. De onderkant is een sterrenbeeld. Nee, maar kijk daar. Luister maar, er staat vanaf een bepaald april tot een bepaald mei. Oh, ja. Dat kan. Dit is een sterrenbeeld stier. Maar waarom zou je zo'n rode hangen om je nek? Sterrenbeeld. Tauro. Ja, zie je, vanaf 21 april tot en met 28 mei is het of zo. En dan ben je een stier. Mm. Dat is de maand van een stier. Wat zou het voor muntje zijn? Centjes zo. Ja, zo'n leeuwcent. Leeuwcent? Ja. Nou, toch oud. Dus we hebben nu al een medaille. Een muntje. Een mooie. Hier, kijk. Brian heeft ook een bijzonder muntje. 5 centje. Wat is het? Nog een munt? Nee, ouderwetse lollystok denk ik. Een lollystok? Ja. Ja, of als je geen geld had om begraafd te worden, kon je deze zo doen. Kijk, met je grafsteen. Zie je dat? Als je je mier moest begraven of zo. Of je worm. Wat zie ik daar? Ja. Een muntje. Kijk. Een duitje. Maar ik dacht het al een beetje. Dit gaat goed. Dan. Maar die is helemaal verrot, man. Ja? En ze er wel wat op. Ik zag daar net al een groepje ik kinderen. Ik heb opgestart om te kijken. En ze hebben gewoon een community day van vandaag. Echt? Ja. Een zwijnie zwijnie. Weet ik voor de Duitse. Hetzelfde als Bana, Bana. Je weet wel hoe je het uit moet brengen. Ja, je weet het precies. Swinup of Swinup. Nou, heet die Pokémon ook weer Pikachu of zo? Ik weet het Pikachu. Is... John heeft wat gevangen. Ja, ik ben een winnaar, want ik heb Shiny Swinup gevangen en hun niet. Hij heeft een medaille van medaille, ons gekregen. Ja. Hé hey, joh, jij ja, blijft van mijn wortel af, vriend. Mijn wortel. Pak je eigen staart. Scheer je weg, boef. Graaf, graaf mee. Hé, hey, dat is mijn kuil, die heb ik gegraven. Ja, ja, ja. Ja, tuurlijk, dank je. Jat hem lekker. Kijk, John had een dikke munt. Ik heb een muntje van een centje. Een centje? Dus hier ligt het toch.
Jullie vroegen je af hoe mals deze blubber is. Kijk eens hoe diep mijn schoen is weg. Zakt in de blubber. Hier, en nu probeer ik eruit te komen. Hier, net gepoetst. Kijk eens wat Mark heeft meegenomen. Valt hier zo met die taart. Ja, we zien het zo gebeuren weer, Mark. Heb je makrelen? Ja. Jee! Ik heb makreeltje. Ah! Moet ik hem in mijn handen. Moet je wel je handen even wassen eerst? Ja, ik geef was jij je handjes even? Ze ruiken wel fucking lekker, Mark. Als het goed is, vers. Dat staat dus, in de doos, dus daar gaan we vanuit. Wat zeggen we dan tegen Mark? Ja, in de comments. Feliciteer, Mark. Zo heb ik wat vast in meegemaakt. Ja. Dat is een hondenbos! Maar nu komen de mensen in een rij. Dat is een rijdende rolstoel. En hij zet zijn pak drink erop. Het is geen tafel! Dat tegen jou? Ja! Ja, maar wacht even. Oh. Vinden jullie dat dan een normale fiets? Nee, dat is een rolstoelfiets. We zijn vastgelopen. Ik moet hem warm lopen. Ik kom er echt niet uit. Ik moet mijn schoen blijven hangen. Yes. Raar. Ja, fucking raar. Ja. Heb je misschien? Nee, het is ook dicht. Vincent, leuk. Wow! Kijk wat erbij zit. Wat is dat? Zilvertje? Ik weet het niet. Ja, het is zo eentje. Zo'n muntje, hoe heet dat nou? Zo'n Belgisch, toch? Is het Belgisch? Dat zou kunnen hoor. Zo, nou, ook als Leeuwcent, alleen dan de belletjes. 18, staat 62 staat er. Zoiets. Ja. Hier, kijk dan. Het zijn er wel duizenden, ouwe. Nu ga snel weg, want anders word ik nog gestoken ook. We gaan nu naar een andere plek. Naar Jacco und Lorenzo. Ja. We waren al onderweg. Maar toen belde Lorenzo, die zegt, mijn pinpointer ligt nog op een andere plek. Dus toen waren we alweer onderweg daar naartoe. En toen heb ik dat, de pinpointer zijn weer terug gaan wezen halen. Die hebben we gevonden. Kijk, daar ligt hij. En nu gaan we weer terug. Ik vroeg net aan John, wat ga je eten vanavond? En dus dacht ik al bij mezelf, lasagne. En wat zei John toen? Ik wou zeggen, zelfgemaakt. Nou, toen zei hij lasagne. Het is 50-50, want John lust met twee dingen. Lasagne? Of lasagne. En wereldteef. Ja, oh ja, wereldteef, shit. Ja, ja, ja. Geen nog meer. Die waren ook te heerlijk toen. Turn up bitches heet het. Turn up bitches, ja. Met dat is bastardsuiker, voor de beste. Oh. En waren wel fucking lekker, John. Ja, dat gaan we wel weer een keertje overdoen, echt. Willen jullie dat we weer eens een keer gaan koken trouwens? Zet even onder in de comments dan, gewoon even een duidelijke ja. En geef wel tips, want het blijft wel. Ja, wij kunnen ook niet altijd alles raden. Ja, en banaan. Banaan, baan uit, banen uit, banen aan, banen uitjes. Wacht even hoor. Ja, je zit om de hoek van die kerk. Ja. Trajecto. Die kerk aan Jan de Grote. Oh, kijk. Okay. Wie hebben we gevonden op het veld? Ja, ja. Lorenzo en Jacco hebben we gevonden. Wat heb je nou weer gevonden? Uitstil. Echt? Ja joh. Nee. Uitstil. Oh. Net. Waar? Wat heb je? Een zilveren munt, maar ik weet nog niet wat voor. Als je de zijkantjes hebt. Het zal wel een stuiver wezen. Oh ja, dit is een zilver kleurtje dan aan je. Oh? Er zit niks op. Ja, ik blijf bezig rennen. Wat heb je? Het zal hedendaags zijn, maar het is de kop van Ajax. Hè? God, Ajax is dat. Oh, dit is een penning, joh. Nee. Het is een brandweerpenning of zo. Oh, dat zou kunnen ook leuk. Nou ja, het is gewoon een munt. Ja. Nah. Ja, maar Lorenzo had ook een Russische munt hier uit 17 of iets. Nou, ja. Nee! In 1980. En nog iets weer ouds. En door.
Allemaal hoe dan? Hier en dit hier. Hè? Word je wel heel bizar, ouwe. Een Deutsche Reichsmark. Oh, wat een mooie. Kijk dan. Met Allah erop. Dat is een ouwe. Ja. Oh, en hier? Hè? Ja, dit weet ik nog niet. Die moet ik even goed schoonmaken. Ja, joh. Het lijkt wel alsof iemands muntenverzameling hier is verloren. Ja. Wat heb je gevonden, John? Een musketbal. Een grote. Ja, het is geen kleintje dit. Ja, nee. Blijft altijd leuk. Dat is het mooie, dit is het. Oh, een lepel. Oh, maar kan ook oudje zijn. Een stukje lepel. Wel heel licht, lijkt aluminiumachtig. Oh, ja, yes. Ja, ja, kan wel. We even kijken of we gaan het aardlaag. Net bij die van Nick uit de bunker. Zo. Kijk eens wie er ook weer is. Koekenbier! Koekenbier! Echte, echte! Koekenbier, de andere koekenbier had er weer geen zin om te komen. Nee. Nou, yeah. Het is slecht weer, zegt hij. Slecht, ja. Nou ja, ik teken ervoor tot de lente. Dit weer, ja toch? Kijk! Wat zeg je nou? We kunnen een filmpje ophouden. Kijk eens wat we hebben gevonden. Dit is weer wat we vandaag hebben gevonden. Zoom in. Ja, de Gulder tijdperk. Perk, perk. Met de ballen tijdperk. Rotzooi tijdperk, even scherp stellen. Stieren tijdperk is leuk. Lekker tijd voor de pijpjes. Met de pijpkop en de pijpje en de pijpsteeltje en de pijpenlepel. En een pijptroep en een letter. Iemand die zijn sleutels kwijt is, bel, weet ik veel, bel je iemand gewoon, zoek het uit. We zetten het nummer van Nick erom. De judo. Maar dit is een speciale, kijk. Ja. Ja, want hij is dubbel. Nee, die past bij jouw medaille. Ja, hij past bij mijn medaille, ik ga hem nog opplakken. Maar de mooiste vondst liggen weer hier. Ik ben echt, ik vind het niet, touders. Ik ben perfectionist, ik wil dat ze wel allemaal bij elkaar zijn. Oké, dus we gaan terug naar de ballen tijdperk, want ze lagen niet goed. Hier hebben we de touders van Brian en een sterrenbeeld. En we hebben een Ajax munt. Ik ken het nou weer. Van Ajax. Daar staat de Ajax schot op. Dat is de Rijksmark. Je ziet het net aan, hè? Ja, je ziet het wel mee. Die moet je nu schoonmaken. Ja, nou natuurlijk een leeuwencentje. Ik weet niet, ik hoor iets Spaans achters vallen. En een Leopold Belgisch. En een? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch wel echt een Romeo Mijns is. En dit is... vooral die raket. Want dit is een speciale auto, deze. Die schiet raketten, kijk maar. Piee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